hele goede morgen weer, beste mensen. Super tof dat jij weer hebt geklikt op deze prachtige donderdagmiddag, 4:30 uiteraard. En we gaan er proberen om een leuke dag van te maken. Het is op dit moment nu 12:55. Ik moet er ook dus nu zo ongeveer vandoor. Ik ga iets eerder weg dan normaal, maar ja, dat komt vanwege de wind buiten. En wat ik ook zeg, ik neem jullie mee voor deze dag. Ik ga zo werken van 8:30 tot 9:00. Dus waarschijnlijk zie jullie mij weer vanavond pas. Ja, het is inmiddels al de volgende dag en ik dacht bij mezelf van, zou ik deze vlog wel of niet uploaden? En toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik ga hem alsnog lekker uploaden. En dat komt eigenlijk meer omdat het nieuws wat ik nu zeg, is ook vandaag online geweest op iemands YouTube kanaal. En dat is bij Giovanni Latoy. Hij stopt tijdelijk met dagelijks vloggen. En ik zie dat als ik dit soort nieuws vertel, dat mijn vlogs juist beter wordt bekeken. Maar tegelijkertijd gebruik ik hem tegelijkertijd. Had ik ook zelf geen beter nieuws kunnen zeggen. Nou, beter nieuws. In ieder geval zelf geen nieuws kunnen verzinnen. Maar Giovanni die stopt de komende dagen even met vloggen. En ik begrijp het ook. Ik respecteer... Tuurlijk respecteer ik hem. Maar... Hij is zelf gewoon dagelijks bezig met het uploaden. Dat hij gewoon vergeet te genieten van de kleinere momenten. En dat is ook gewoon begrijpelijk. Want mensen denken ook vaak inderdaad, ja, maar het is gewoon filmen. Het is niet zo heel veel werk, dit en dat. Maar jullie niet-vloggers weten eigenlijk niks wat wij achter de schermen doen. Wij bedenken heel veel dingen om te kunnen doen, om het voor jullie leuk te kunnen maken. Kijk, ik weet dat ik zelf niet zo heel veel fans heb, of in ieder geval niet zo heel veel kijkers zelf heb. Maar ik probeer er wel het beste van te maken, omdat ik uiteindelijk wel door wil groeien. En ik zie ook wel dat mensen het ook willen kijken, daarom ga ik ook door. Dus een beetje een win-win situatie. Ik wil graag door. Ik zie dat aan de kijkcijfers dat het er steeds beter aan toe gaat. Maar terugkomend op wat ik weet je net zei, Gio die is dus inderdaad gewoon gestopt met vloggen, tijdelijk, zeker niet voor altijd, maar dat is, kijk, hij kan ook voor altijd stoppen met vloggen, dat is gewoon zijn goed recht. Hij heeft ook flink, om het maar zo te zeggen, hij heeft gewoon flink wat verdiend aan zijn vlogs, dus hij kan er eventueel voor kiezen om dus te gaan stoppen met vloggen. Maar hij vindt het ook gewoon zo leuk om ook met de mensen of ook om zich heen en ook om de fans die hij heeft. Want hij heeft wel heel veel fans. Hij heeft ook wat haters, maar dat heb je altijd wel bij vlogs. Want of bij influencers zijn je hebt altijd wel een groep die tegen je werkt. Maar nee, ik vind het ook wel een goede keuze vanuit hem. Even gewoon lekker, echt gewoon vakantie in de zin van... Normaal heb je altijd als je als vlogger zijnde, ook als je op vakantie bent, dat je constant aan bent, dat je constant die camera wilt gaan pakken en wilt gaan filmen. Maar hij is nu zelf op vakantie in Spanje. Hij wil ook gewoon lekker relaxen met zijn vriendin en dat snap ik heel goed en dat is ook gewoon zijn goed recht. En als mensen dat niet accepteren, moet Gio gewoon denken zo van, ja, maar het maakt niet uit wat een ander over je denkt. Of je bepaalt. Je bepaalt het zelf. En dan komt ook een beetje op het punt. Nou, ik ga er ook niet te veel over zeggen. Maar ik heb dus ook laatst een gesprek gehad binnen de Vogellanden. En ja. Om het daar ook een beetje kort erover te hebben. Niet al te lang. Maar het enige wat voor mij het belangrijkste was voor dat gesprek. Is volg je hart. Kijk niet wat anderen van je vinden. Of... van de reacties van wat zij willen zien. Volg je hart, want uiteindelijk bepaal jij zelf wat je wilt gaan doen. Dus op die manier wil ik het ook zo combineren. Want ja, hij stopt nu tijdelijk met dagelijks vloggen. Kijk, ik ga gewoon door. Het is ook bij mij een beetje wisselend of het wel of niet dagelijks is. Maar dat komt ook gewoon meer omdat ik zelf ook gewoon zit met het werk wat ik nu heb. Ik moet niet zeggen dat het een stukje negativiteit is. Maar daardoor kan ik dus ook niet zo heel vaak meer vloggen. Wel vaak in de avonduren, dat uiteraard wel. Maar ja, dan is het gewoon meer gewoon zo praten. Maar nee, wat ik ook een beetje wil zeggen. Ik vind het een goede keuze wat hij maakt. Maar wel een verstandige keuze. Dat hij ook gewoon lekker denkt aan zichzelf. En dat hij zijn eigen... Gewoon, dat hij zijn rust neemt. Dat hij gewoon eigenlijk denkt zo van, weet je, even offline. Want hij denkt... En dat heb ik nu zo in mijn brein nu. Kijk... Hij weet van zichzelf, en wat ik ook een beetje net zei. Dus ik krijg een beetje een lamme arm.
Maar hij weet van zichzelf dat hij gewoon kan stoppen met dagelijks vloggen. Maar hij wil ook gewoon doorgaan. Maar inderdaad, gewoon goed dat hij daarmee zijn grenzen ook lekker aangeeft. En dan ben ik gewoon, zo trots op hem. Ja, gewoon trots op hem. Ook al ken ik hem niet persoonlijk, maar... nogmaals, Gio, als je dit kijkt, topgozer ben je. En ik vind dat je een goede, verstandige keuze hebt gemaakt. En daarmee wil ik ook de vlog ook mee eindigen. Ja, het is een beetje een aparte vlog. Ook niet gedacht dat ik hem ook zou uploaden. Maar hey, hij is alsnog gewoon geüpload vandaag nog. Het is nu... Oh, mensen, 7 uur dat ik deze video opneem. Nou, waarschijnlijk is deze video 9 uur in de avond online. Of 8 uur, in ieder geval deze dag nog. Dus hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Zie jij vrienden niet een dikke duim omhoog zetten. Vind je mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgen uiteraard gewoon terug bij een nieuwe vlog om 4:30 in de middag. Het zou een beetje een aparte vlog zijn morgen. Of überhaupt geen vlog zijn. Ik weet het ook zelf niet, want ik heb voor vandaag eigenlijk niet eens een vlog gemaakt en dat zou ik ook waarschijnlijk niet doen. Maar als je me dagelijks een beetje wilt zien, check even nog, eigenlijk nog steeds mijn TikTok, daar upload ik wel dagelijkse TikTok video's. Maar inderdaad, hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Zie je even niet met een dikke duim omhoog zetten, vind je te abonneren hier beneden. Dan zie ik jou morgen uiteraard gewoon terug bij een vlog. Of zaterdag terug bij een nieuwe vlog, om 4:30 in de middag. En dan zeg ik zoals altijd, laat!